Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal, vandaag in het journaal. Vandaag mocht er een keuze gemaakt worden tussen Sinopharm en AstraZeneca op het POC-complex. Een uniek moment voor Suriname, vaccinatiesamenwerking tussen de moskee en de synagoge. Suriname ontvangt Moderna vaccins. En het afgelopen 24 uur 11.064 nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Vandaag werd voor de eerste keer op het complex van POC burgers in de gelegenheid gesteld een keuze te maken tussen het Sinopharm-vaccin en het AstraZeneca-vaccin. Wij waren aanwezig en vroegen enkele burgers welke keuze zij zullen maken. Ik heb voor Sinopharm gekozen omdat ik last heb van bloedkronkeling. Daardoor heb ik geen AstraZeneca genomen, maar ik heb vernomen dat het iets heeft te maken met bloedverkronkeling en zo. Zo, ik ga voor Sinopharm kiezen. Waarom? Ik heb me laten vertellen dat die AstraZeneca niet zo goed is. Van die AstraZeneca kan je trombose been krijgen en zo. Ik ben geen viral, dus ik weet het niet echt. Ja, maar ik ga voor Sinopharm. Sinopharm. En waarom? Ik heb onderzocht en je hoort geluiden dat het beter is en ik ben zelf ook gaan onderzoeken. En daarna heb ik mijn besluit uiteindelijk gemaakt. Voor die Sinopharm te gaan. AstraZeneca. En waarom? Dat was een 10 weken terug heb ik mijn eerste prik gehad. En dat was een, het merk dat men toediende toen. Okay. Ja, dus, maar en dan het tweede moet je dan hetzelfde merk nemen. Ja. Ja. En als je misschien toen een keuze kon dingen maken, welke zou je dan, waarvoor zou je dan kiezen? Ik heb geen speciale keus, omdat als de arts zegt, die is goed en die merken zijn, zijn onderzocht. En het zal wel een goed merk zijn. We zijn bij het POC, het is een hele grote locatie. En deze locatie leent zich bij uitstek ervoor dat we dus meerdere opties hier kunnen bieden aan de cliënten, aan de Surinamers. Als we de HR hebben en we kunnen het allemaal goed invullen, is de locatie equipped enough dat we dus beide vaccins goed gescheiden hier kunnen geven. Want de locatie is erg groot. En met de komst van het Sinopharm vaccin heeft de burger ook meer keus. En we willen het ze niet moeilijk maken dat ze voor Sinopharm naar een andere plek moeten, voor Astra naar een andere plek. Zo hebben we alles bij elkaar gebracht. Zoals jullie het zien, we hebben met dranghekken alles goed gescheiden, met bordjes. En zo heeft de burger echt keus en hoeft hij op één plek te komen om de keus te maken voor alle twee. Omdat we eerder AstraZeneca hebben, hebben mensen die eigenlijk zich niet helemaal happy voelden met het AstraZeneca-vaccin, toch het AstraZeneca-vaccin genomen, omdat er geen andere keus was. Andere mensen hebben weer gewacht tot er een ander vaccin kwam. En dus nu zie je dat degenen die hebben gewacht om eerder niet zijn gevaccineerd, nu komen om dit vaccin te halen, om het Sinopharm-vaccin te halen. Het is echt waar je voor kiest en waar je op wil wachten. Dus we hebben aparte units gemaakt. Het zit namelijk zo dat we deze week de ondersteuning hebben van de mobiele unit onder leiding van dokter Filemon. We hebben dus goede gesprekken gehad en we hebben het ook qua personeel een beetje gescheiden. Dat we zeggen in de prikkamer vooral dat de mobiele unit het AstraZeneca-vaccin toedient. En dat dus in de andere prikkamer, een ander gedeelte, dat dus de RGD-prikkers en de PCS-prikkers, want we hebben ook ondersteuning van de mobiele unit PCS, dat we hun daar zetten voor het Sinopharm-vaccin. De overige posten, de intake, de observatie, worden opgevuld door beide. Laten jullie zich vaccineren, want je weet maar nooit wat er kan gebeuren. En voorkomende ziekte, dan best weten zeker dat u maar een beetje ziek wordt in plaats van de 55% dan. Je ziet, als je om je heen kijkt, zie je van er gaan mensen dood door middel van die COVID-19. Dus ik zou zeggen, laat je vaccineren. Ik was ook zo iemand die niet wilde vaccineren. Ik was bang. Je hoorde zoveel geluiden, vooral over die Astra. En als je zelf gaat googlen, is het beter dat als je zelf onderzoekt. Dus ik zou die mensen wel aanraden om toch te komen als je bang was voor die AstraZeneca. Er zijn nu meer opties. Ga door onderzoeken en probeer toch te komen vaccineren. Het is beter voor ons allen. Ik wil van hieruit een oproep doen aan iedereen om zich te laten vaccineren.
we kunnen mensen niet verplichten, maar thuis bij mij heeft iedereen al tenminste zijn eerste vaccin genomen. En ik wil natuurlijk iedereen op het hart drukken om het vaccin te nemen. Je hebt nu meer keus dan zeg maar een paar maanden terug. En je kan je laten informeren bij je huisarts of bij een andere arts. Om te kijken welk vaccin misschien beter bij je past. Gisteren was het een uniek moment voor Suriname. De moskee aan de Keizerstraat en de synagoge hebben gezamenlijk ervoor gekozen om ook burgers in de gelegenheid te stellen zich te laten vaccineren. Aan de arts Robert Bipat vroegen wij van waar het initiatief om samen met de synagoge dit uniek moment te organiseren. We hebben er altijd aan gedacht om, we helpen elkaar veel, maar we hebben nooit echt iets samen gedaan. Dus dit is echt een unieke gelegenheid nu, waarbij we dus beide als geloof eigenlijk een vijand, een gemeenschappelijke vijand opkijken. En het geloof is eigenlijk ook iets dat ons moet stimuleren om respect te hebben voor anderen, maar ook anderen te helpen om hun godsdienst, hun geloof uit te oefenen. Nou kijk, de synagoge, de Joodse gemeente en de Islamitische gemeente, die onze buren zijn, hebben al een hele lange geschiedenis samen. En we helpen elkaar vaak, maar we doen niet vaak iets samen. En het werd tijd dat we samen iets zouden doen voor die samenleving. Dat de samenleving kon zien dat we dezelfde gedachtegang hebben. Het beschermen van het leven. Beschermen van het leven is het meest belangrijke. En we zien hoeveel doden er vallen met deze pandemie. En wij hebben de plicht om het leven te beschermen, om mensen bewust te maken dat ze zich moeten laten inenten. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun medemens. Vanaf het begin heb ik het besluit genomen om me te laten vaccineren. Ik heb eerst natuurlijk goed onderzoek gepleegd. Omdat het is een nieuw soort vaccin. Je moet weten hoe het ontwikkeld is, hoe werkt het. En al gauw ben ik tot de conclusie gekomen dat de enige manier om uit deze pandemie te geraken is je te laten vaccineren. En dan gaat het niet alleen om jezelf. Het gaat meer om je naasten te beschermen. Vele jonge mensen die zeggen, ik ben jong, er gebeurt me niks, ik word niet ziek. Ze staan er niet bij stil dat er ook ouderen zijn en kwetsbaren in de samenleving die er wel baat bij hebben dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. En dat was eigenlijk de belangrijkste reden, was het beschermen van mijn medemens en van mezelf. Ik wil aan ieder oproepen om niet aan jezelf te denken alleen, maar denk aan je medemens. Denk aan de maatschappij waarin je leeft. Hoe sneller we een hele hoge dekkingsgraad hebben van vaccinatie, hoe sneller alles genormaliseerd kan worden. De zaken kunnen weer volledig open, de restaurants, er kunnen toeristen worden toegelaten. Het komt onze economie ten goede. Maar het beschermt ook ons volk. Als je gevaccineerd bent, is het zo dat je voor meer dan 90% de zekerheid hebt dat als je besmet raakt,
dat je niet in het ziekenhuis terechtkomt, maar dat je gewoon lichte griepverschijnselen krijgt. Soms zelf helemaal geen verschijnselen. Terwijl mensen die niet gevaccineerd zijn, die kunnen gewoon op de intensive care belanden en die kunnen het leven laten. We zien al nu in deze tijd dat we dagelijks te maken hebben met een groot aantal doden voor ons volk. Laten jullie je vaccineren. Het is bewezen dat het vaccin veilig is voor iedereen. Ik roep u hierbij op om massaal de vaccinaties te halen in belang van land en volk. Gisteren zijn 10.000 doses Moderna vaccins vanuit Amsterdam aangekomen op de Johan Adolf Bengel luchthaven. De geleverde vaccins zijn onderdeel van het steunpakket dat Nederland aan Suriname geeft in de strijd tegen COVID-19. Het ministerie van Volksgezondheid had een hulpverzoek ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn in Nederland voor het beschikbaar stellen van Moderna vaccins ten behoeve van specifieke doelgroepen met zwangere vrouwen als voornaamste groep. Directeur van Volksgezondheid Rakesh Gedarsekul benadrukt dat het verzoek is ingewilligd na heel veel voorbereidend werk. Wij hebben advies gekregen van de medische vakgroep gynaecologie om zoveel mogelijk zwangere vrouwen te vaccineren, vooral zij die boven de 30 jaar zijn en ook degenen die een risicofactor hebben. De moderne vaccins die komen nadat er een verzoek is gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland. Specifiek voor een doelgroep. In feite, het meest belangrijke is de zwangere populatie. En dit is ingewilligd na heel veel voorbereidend werk. Ik ben blij dat het vandaag zover is dat we het mogen ontvangen. En het gaat om 10.000 doses Moderna vaccin. Het Moderna vaccin zal ingezet worden op specifieke indicaties. Zwangerschap is een van de indicaties, maar ook kankerpatiënten die een chemotherapie ondergaan, zullen met dit mRNA-vaccin ingeënt worden. Aan de Technische Adviescommissie voor Vaccineren is advies gevraagd welke specifieke risicogroepen nog kunnen worden toegevoegd om een Moderna-vaccin te mogen ontvangen. De directeur van Volksgezondheid benadrukt dat er voldoende AstraZeneca- en Sinopharm-vaccins zijn voor de hele populatie. U hoort Rakesh Gedarsekul. Waarom? Omdat nu in de pandemie wij al opgemerkt hebben dat zwangere vrouwen behoren tot risicogroepen of tot een risicogroep om ernstig ziek te worden ten gevolge van COVID-19. Dus om ze te beschermen moeten we ze vaccineren. Er is hier in Suriname is AstraZeneca vaccin beschikbaar en dat mag gebruikt worden. We hebben advies gekregen van de vakgroep gynaecologie dat we de zwangere vrouwen zo veel als mogelijk willen vaccineren. Vooral de zwangeren ouder dan 30 jaar. En zwangeren met een risicofactor. En die zwangeren willen we sowieso beschermen. Omdat er heel veel onderzoek al verricht is in Amerika voornamelijk met mRNA-vaccin, met Pfizer en Moderna, dan wordt deze soorten vaccins, dat is dus Pfizer, Moderna, dat is een mRNA-vaccin, en wordt er geadviseerd om dit vaccin te gebruiken, omdat er genoeg data is. Aan de andere kant wordt AstraZeneca ook veel gebruikt, vooral in de United Kingdom. En omdat er daar ook veel gebruikt wordt, wordt ook aangegeven dat AstraZeneca vaccin gebruikt kan worden. Maar als eerste keus is de mRNA-vaccin. Is dat mRNA-vaccin. En vandaag kregen we dus één van onze mRNA-vaccins en dat is Moderna. Het wordt ingezet op specifieke indicatie. En zoals ik het net zei, zwangerschap is één van de indicaties waarbij we dit vaccin zullen gebruiken. En verder hebben we genoeg AstraZeneca en Sinopharm voor de hele populatie. Elk vaccin is goed. Elk vaccin dat goedgekeurd is door de WHO is goed en moeten we gebruiken
om de kans op ernstige ziekte en mortaliteit te verkleinen. Wij moeten zoveel mogelijk Surinamers inenten om de kans op ernstige ziekte en mortaliteit te verkleinen, zegt directeur Gayadar Sekul. De volksgezondheidsdirecteur spreekt de hoop uit dat veel meer landgenoten gaan vaccineren, zodat groepsimmuniteit bereikt kan worden. Ik ben heel erg tevreden met de tijd waarbij we boven de 3000 per dag konden vaccineren. We hebben zelfs dagen gehad boven de 7000. Die tijd was ik heel erg tevreden. Nu ben ik wat minder tevreden omdat het loopt naar rond de 2000 en beneden. Maar ik wil weer de tijd hebben waarbij mensen zich blijven aanmelden om gevaccineerd te worden. Om te helpen om de groepsimmuniteit zo snel mogelijk te bereiken. Want dan heb je dan minder druk op de zorg van ons land. En dan kunnen we beter concentreren om onze gezondheidszorg te verbeteren. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Ik wens u een fijne, maar bovenal een veilige dag toe. En ik vraag u om goed op uzelf te letten, maar ook op uw medemens. Tot morgen.